Alicia. Hi. Ik ga Animal Crossing doen, want ik ben bezig met verbouwen. Hoe ik het ga doen, ik weet het niet. Ik ben bezig met een eiland makeover. En schrik niet, ik heb ontzettend veel bloemen. Dus ja, laten we maar doen. Een palmboompje al, het eiland. Dus laten we het maar doen. Good evening. I know. Oh ja. Laten we ook maar even stoppen voor een liedje. Heb ik weer een nieuw liedje voor in de radio. En dat is mijn huis. Ziet een beetje uit als een kasteelachtig idee. En ik wie, mijn old neighbor, mijn oude buurman. Is niet meer mijn oude buurman. Ik weet eigenlijk niet wie mijn oude nieuwe buurman is of buurvrouw. Volgens mij is het Elmer. Ja. Maar dat is niet voor lang. Want ik ben bezig met mijn eiland om te gooien. Dus dit is al mijn bloemen. Allemaal bloemen, allemaal bomen. De winkeltje, de museum. En de andere winkel staat nog achterin. Wat is het? Nee. Niet mijn ding. Ik hou niet van jurken. Anyway. Mooie oudjes. Die je helaas niet kan vangen, want voordat ze in de buurt bent, zijn ze al weg. Hier woont een nieuwe bewoner. Dit varken is weg. Oh, en daar is Lily. Oké. Dit is de één. Mallory. Oh. Of course. Ja, en daar is Lily. Heel lang. Oké. Schep. Even een boompje plaatsen. Even kijken. Ik ben nogal goed in mis. Graven. Nee, die. En die. En een Burien Hole. Thank you very much. Die even wegleggen. Helemaal goed. Oké. Al die fossielen. Kijk. Moet kijken hoeveel onkruid. Ik moet het allemaal nog weghalen hoor. Allemaal onkruid. En deze gaat verhuizen. Die ga ik nog laten verhuizen. Gaat ook weg. En dan ben ik van plan. Een beetje hoog gebaseerd voor een aantal eilanden die ik gezien heb bij YouTuber. Om een heel groot eiland te maken hier. Met allemaal dingetjes. En zoals je ziet heb ik hier al helemaal water uitgegraven, want dit moet nog verder. En dit is dan het hele plannetje, zeg maar. Ja, dit zijn de dolhuisjes. Dolhuisjes, als je achtergrond hebt, dan lijkt het net op gewone huizen staan. Je kan ook de lampjes uitdoen. Maar dat vind ik niet leuk, dus ik zet hem lekker aan. Dit is een kleine eilandje. Dat vind ik wel leuk. Ik ben gewoon een beetje aan het bekijken hoe ik het ga doen allemaal. Hier ben ik nog mee bezig. Ik heb daar een boot om midden op de water gedaan. Maar vanaf hier zie je het echt als dat hij denkt voordat hij op water is. En een standbeeld van een anker. En dan heb ik hier met één waterval. En een soort van een kasteel op de achtergrond. En weer wat dollhouses, zodat hij denkt van als je verder loopt, dan woont daar iemand of zo. Hier een kasteel of zo. Ziet er weer heel leuk uit. Dus daar wil ik eigenlijk mee verder. Dit gaat allemaal weg. Dit gaat allemaal weg.
En wat ik hier allemaal ga doen, dat weet ik niet. Maar het gaat allemaal weg. Ik ga het helemaal klein maken en dan ga ik kijken wat ik ga doen. Nu wil ik dus eigenlijk aan de ene kant, en ik denk dat ik aan de linkerkant een beetje een spookkasteel ga maken. Dus die ga ik hier allemaal plaatsen, het hele kasteel hier. En dan wil ik allemaal met griezeldingetjes, een beetje zo'n haunted castle-achtig idee. En dan allemaal van die grafstenen en dat soort dingen, zoals ik hier een klein beetje heb. En skeletjes en zo, mos. Maar ook weer wat enger. Het is niet zo vredevol als dit zo'n beetje. Maar meer griezeliger. En dan wil ik aan de andere kant, waar ik net liep, dan wil ik hier een beetje een fantasy-achtig idee gaan opbouwen. Maar ik ben nog niet zo heel goed in bouwen. Maar goed, we gaan het wel zien hoe ver we komen. Dus. Maar goed, ik ga nog heel eventjes verder met het water verdrijven. Bompjes omhakken. En dit is echt wel een hele lange werk. Oh. Die kant. Bloep. Cadeautjes altijd pakken, hè? Altijd pakken. Je weet nooit wat het erin zit. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Oké. Okay. Prachtig, stijlvol. Super. En dan wil ik de water even uit gaan breiden. Zodat het echt een waterige zooitje wordt. Rasseflas. Maar dit is echt een heleboel werk om te doen. Maar ik vind het wel leuk werk om te doen. Ja, deze wil ik niet zo ver weg. Deze wil ik, geloof ik, dat hier houden. En dan vanaf hier. Ja, ongeveer wel. Volgens mij wel. Ik weet het zelf al niet eens meer zeker. Ta-ta. Ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Het wordt een hopelijk een mooi eiland. Dus ik ga natuurlijk ook verder na deze video. En dan hopelijk de volgende keer kan ik wat meer laten zien. Dus mijn eiland is veranderd. En ik vind het gewoon leuk om dit te doen, dat is rustgevend. Lekker op je eigen dode gemakkie. En dan bekijken wat ik wil. Maar het is wel een heleboel water. Nee. Heb je dat ook steeds? Dat ben je bezig. En dan wil het niet zoals jij het wil. En dan gaat het tot de andere kant scheppen in plaats van de andere kant, zeg maar. Ik ben niet zo goed in uitleggen. Maar dat is dus een beetje het idee, dat deze kant een beetje veel water met wat eilanden tussendoor. Maar we gaan niet over de hele map doen, hoor. Laat ik het zo zeggen, kijk, de linkerkant zie je me nu al staan. Met dat rode dingetje. Maar de rest gaat niet allemaal water worden. Het is echt alleen maar dit stuk. En ik denk tot ongeveer. Kijken. Ja, hier ongeveer. Dat ik het ga doen. Dus ik ga even hier even een markering zetten. Zo. Dan wordt het een hele mooie watereiland, om het zo te zeggen.
En ik vind het wel leuk. Dus ik ben benieuwd hoe het eruit komt te zien. Mijn eigen creatie. En dan moet ik even kijken met al die bloemen. Want ik heb zoveel bloemen. Ik zou ook wel wat bloemen in de fantasy wereld kunnen doen. Of dat ik een bloemenparkje ga aanmaken. Dat is ook wel leuk eigenlijk. Een soort van een, hoe heet dat nou, zo'n soort van een keukenhofachtig idee. Dat is ook wel leuk. Dus ik krijg nu allemaal ideeën. Allemaal ideeën. Dat ga ik doen. Een fantasy. Een haunted castle idee. En een bloemenpark. Met zo'n keukenhof idee. Dat is wat ik ga doen met mijn eiland. En dan ga ik kijken of ik het heel mooi kan maken. Tot nu toe vind ik het wel erg leuk met die eilanden met zoveel water eromheen. De verschillende eilandjes. Even weghalen. Hallo bewoonster. Bewoner. Ben je nou kwijt? Sandy. Yep. Absolutely. En zo, dan haal dan even de paden weg. Nee, ik zei weg. Niet opnieuw. Dus dit is even kort even mijn... Hallo. Mijn eiland. Update. Dus dan zie je in ieder geval waar ik mee bezig ben. En dat is dus helemaal mijn eiland opnieuw maken, zeg maar. Ja, je kan ook een rondje maken, hè? Ja, zie je. Je kan ook een rondje maken zo. Ziet er ook eigenlijk wel leuk uit. Zo kun je ook een beetje kijken voor leuke paden te maken op die manier. Misschien in de park. Dat ik dat ga doen. Weer een ballon. Heel veel ballonnen. Nee. Daar kan ik toch niet ballon mee schieten. Kijk wat in de kist hier ligt. Klei. Altijd goed. Hallo, hallo. Let's talk infrastructuur. Oftewel, laten we even praten over de layout changes. Sorry, ik moet even mijn camera weer verzetten. Nee, de shop. De telers. Wat is de shop? De telers moet ik hebben volgens mij. Okay. Sorry, ik was heel even uit beeld. Ja. Ja, ik heb de goede. Ze zijn altijd eens. Altijd. Ik zit gewoon hiernaast. Ja.
Gaat de hooi weer veranderen. Tututum. Dus dat was het wel zo'n beetje. Dit gaat ook allemaal weg. Dit gaat weg. Dat gaat allemaal veranderen. Dit is wel leuk voor de fantasy. Dit is ook goed voor de fantasy of iets. Dus dit gaat morgen dus weg. Kijk, die trap kan ook demolissen meteen. Dus dat is het idee. Dus jullie weten nu waar ik mee bezig ben en hoe het gaat worden ongeveer. Dus ik ga er lekker mee verder. Dit was het wel even voor nu. Anyways, ik hoop dat ik volgende keer wat meer kan laten zien waar ik allemaal mee bezig ben. Oké, abonneer als je het leuk vindt. Vind ik leuk als je het leuk vindt. Druk op het belletje als je het leuk vindt. En hopelijk tot de volgende keer. Volg me ook op Instagram. Daar ben ik het meest. Abonneer, like en druk op het belletje. Dan ben je altijd op de hoogte van mijn video's. Ik ben nog niet heel erg actief, maar dat komt vanzelf alweer goed. Doei!